In de strijd tegen het COVID-19-virus speelt het regionaal streekse ziekenhuis Wanica momenteel een belangrijke rol. Het hospitaal heeft echter ook te maken met de nodige uitdagingen om de aanpak in goede banen te leiden. Hiervoor zijn er protocollen welke gevolgd worden en die voornamelijk bij het grote publiek bekendgemaakt moeten zijn. In dit kader sprak de communicatiedienst Suriname met algemeen directeur Jason van Genderen en zorgdirecteur Fausha Pousse. De procedure voor patiënten, COVID-positief geteste patiënten, is als volgt. Wanneer ze positief getest worden, dan komt de infectioloog in beeld. Die beslist op basis van een aantal metingen en vragen stellen waar de patiënt naartoe moet, waar de patiënt zich moet aanmelden. Bijvoorbeeld, de patiënt moet zich aanmelden bij het Wanica ziekenhuis, bij de tent, de isolatietent of op de afdeling van het Wanica ziekenhuis. De beslissing voor waar iemand naartoe gaat, wordt genomen op basis van een aantal criteria, waaronder het bestaan van onderliggende ziektes, de leeftijd, de klachten die de persoon op dat moment heeft en de metingen die gedaan worden bij zo iemand. Afhankelijk van wat er gevonden wordt in dat geheel aan criteria, wordt er dus besloten van, oké, dit is iemand die risico's heeft, die sneller kan verslechteren. Dus deze willen we liever direct in het ziekenhuis hebben. Of dit is iemand die geen risico's heeft, iemand die geen tot milde klachten heeft en die eigenlijk alleen isolatie behoeft, die moet zich dan aanmelden bij de tent van het Wanica ziekenhuis. Of bijvoorbeeld KKF, waar ook mensen geïsoleerd worden, of residence in. Dus het is afhankelijk van een aantal criteria, waaronder leeftijd, risicofactoren, de klachtenpatroon van de persoon, waar de persoon naartoe wordt gestuurd. Bij ons hier in het Wanica ziekenhuis, bij aankomst bij de isolatietent, zijn er artsen en verpleegkundigen die weer de metingen doen bij mensen. De bloeddruk wordt gemeten, polslagen worden gemeten, zuurstofgehalte, hoeveel keren ademt die persoon, hoe ziet die persoon eruit, wat voor klachten heeft die persoon. En als die persoon stabiel is, alle metingen zijn goed, er zijn bijna geen klachten, dan is de persoon ready om dus verder in de tent geïsoleerd te worden. Wordt er bij die metingen afwijkingen gevonden, iemand heeft bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, de zuurstofgehalte is te laag, dan wordt daarop ingespeeld. De infectioloog, de specialist wordt weer gecontact en er wordt weer met de infectioloog samen afgesproken hoe gaan we deze patiënt verder opvangen. Er wordt dan eventueel contact gemaakt met het ziekenhuis en die persoon wordt dan opgenomen in het ziekenhuis omdat die persoon bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk heeft of een lage zuurstofgehalte heeft en zuurstof moet krijgen. Of er zijn andere dingen, die persoon is suikerpatiënt en die suikerwaarden zijn misschien te hoog. Dus afhankelijk van de metingen kan ook bij aanmelden bij de tent besloten worden van nee, u moet toch niet naar de tent, u moet toch opgenomen worden in het ziekenhuis. En bij opname in het ziekenhuis heb je daar ook artsen en internisten die de patiënten blijven monitoren, blijven metingen doen, bloed prikken, labwaardes bepalen en de patiënt verder behandelen in het ziekenhuis, totdat de patiënt weer ready is om naar huis te gaan. Directeur, onlangs is er een video verschenen op social media. Vanuit de isolatietent hier op het terrein van Wanica ziekenhuis, opgenomen door patiënten. Kunt u wat verduidelijking aangeven wat er precies aan de gang is geweest, wat er precies zich heeft plaatsgevonden? Om u even een kort verhaal te geven wat zich precies heeft plaatsgespeeld. Het ging dus om een patiënt die al onderliggende klachten had, niet COVID gerelateerd. En de patiënt was al onder behandeling of was al gezien door de arts en de verpleegkundige en had al medicatie gehad. Maar op dat moment waren er ook nog twee andere patiënten met midden onderliggende klachten, waarmee de verpleging bezig was om ze dus over te plaatsen naar het ziekenhuis toe. Dus aan de
aan de patiënt in de video was toen al medicatie toegediend en gevraagd nog even te wachten. We gaan deze twee patiënten nog snel behandelen en overzetten in het ziekenhuis en dan gaan we naar u. Maar op een onbewaakt moment heeft de patiënt dus een pijn aanval gehad en dat is gefilmd. Daarnaast dus, toen is er gelijk alarm geslagen door de patiënten natuurlijk. De verpleging is naar binnen gekomen en heeft die vrouw de nodige behandeling gegeven. En is toen ook opgenomen in het ziekenhuis. Intussen maakt de patiënt het ook veel beter. We betreuren de manier hoe dit ook naar buiten is gebracht. We hebben later zelf ook gezien dat bepaalde social media instanties hebben aangegeven dat de patiënt is komen te overlijden. En we vonden het verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de directie, maar ook het personeel die dus daar de verantwoordelijke van de tent vinden het. Vonden het heel erg dat het op zo'n manier naar buiten is gebracht. Geen enkel patiënt in het Wanica ziekenhuis wordt aan zijn lot overgelaten. Er is dus ook steeds aangegeven dat het Wanica ziekenhuis zijn maximale capaciteit soms bereikt en dat er een tekort is aan verpleegkundigen en artsen. Maar wat wel duidelijk moet zijn, is als wij geen verpleegkundigen of artsen ter beschikking hebben, wij ook niet zoveel patiënten gaan opnemen. Het gaat nooit zo ver komen dat we een patiënt opnemen in het ziekenhuis en dan weten we dat we geen verpleging of arts als verantwoordelijke hebben voor zo'n patiënt.